Het is nu de derde politieke uitslag die wij met elkaar meemaken sinds die allereerste in maart 2017. Die allereerste verkiezingsuitslag toen wij voor het eerst in de Kamer kwamen. Daarna hebben we de gemeenteraadsverkiezingen gehad. Toen natuurlijk 20 maart de Provinciale Statenverkiezingen. En nu de verkiezingen voor het Europees Parlement. En wat ik elke keer zo bijzonder vind om mee te maken, en deze keer ook weer, maar op een hele andere manier weer, dat is dat onze partij zich elke keer weer een stapje meer vertakt. Eerst begon het natuurlijk inderdaad in de Tweede Kamer. Toen alleen die ene gemeenteraad in Amsterdam, dat Gallische dorpje, waar wij dan als enige het FVD-geluid gingen laten horen. Toen alle provincies, straks ook de Eerste Kamer. En nu ook het Europees Parlement. En daarmee hebben wij eigenlijk de eerste hele cyclus met elkaar gedaan. Wij zijn nu rond. We hebben nu alle verkiezingen een keer gehad met elkaar. En heel veel mensen die ik nu hier vanavond zie, dat zijn gezichten en mensen met wie ik ook die eerste campagne heb gedaan. En ik vind het fantastisch om dat samen mee te maken. Ik wil jullie daarvoor bedanken. We maken deze reis met elkaar. We maken deze reis met elkaar. En de ene keer ben je weer iets beter dan de peilingen hadden voorspeld. De andere keer weer wat minder. En dat hoort allemaal bij deze avontuurlijke reis die politiek heet. Die organisch ontstaan is eigenlijk van onze beweging. Vanuit een denktank, vanuit een referendumbeweging. Geleidelijk aan kwamen steeds meer mensen bij ons, sloten zich bij ons aan omdat wij iets wilden veranderen in Nederland. Deels in de politiek, deels in de samenleving, deels via onderwijsinstituties, via het Renaissance Instituut, deels via social media, deels daadwerkelijk via bestuur in de provincies, straks misschien in Den Haag, en nu ook via een Europees internationaal netwerk dat wij met elkaar gaan opbouwen. En over die hele linie zijn wij, ondanks dat je op enig moment misschien dan weer één stapje terug doet in de peiling enzovoorts, maar wij zijn alleen maar aan het winnen. En we zijn alleen maar aan het uitbouwen. En elke dag, elke dag bereiken we weer één nieuw iemand of meer. Elke dag overtuigen we weer één nieuw iemand of nog veel meer. En ons verhaal vertellen we op zoveel nieuwe podia. Elke dag weer. En dat verhaal, dat is het verhaal dat onherroepelijk in alle harten van mensen in Nederland zijn plekje zal gaan veroveren. Want wij hebben het juiste verhaal. Wij hebben het gelijk aan onze kant. Wij staan voor de echte realiteit. Niet de gedroomde realiteit van de Timmermansen, de universalisten. De mensen die denken dat ze vanuit een blauwdruk de samenleving wel even kunnen organiseren. Dat ze van een heel continent één organisatie kunnen maken. Dat ze van Italianen Duitsers kunnen maken. Dat ze van massale groepen immigranten met een totaal andere cultuur in een paar jaar tijd wel even Nederlanders kunnen maken. Al dat soort droombeelden zullen wij de komende tijd gaan doorprikken. En wij worden daarbij geholpen door de realiteit. Elke dag dat er nieuwe nieuwsfeiten tot ons komen, zal ons verhaal aan kracht winnen. En daar gaan we mee door. Wij hebben nu dit. En deze verkiezing is natuurlijk, omdat het een Europese verkiezing is, nog niet compleet. Morgen gaan weer alle andere landen naar de stembus. Zaterdag gaan alle landen naar de stembus. Zondag gaat het grootste deel van de landen naar de stembus. En zondagavond, dan weten wij eigenlijk pas wat de uitslag is van onze partij, tussen aanhalingstekens. Want Dirk-Jan Epping en ik zijn al maanden achter de schermen bezig om een coalitie te vormen, een Europese alliantie met andere eurosceptische partijen. En we gaan gezamenlijk daar in Brussel aan de noodrem trekken. Wij gaan gezamenlijk ervoor zorgen dat de plannen van Timmermans
en van Juncker en van Verhofstadt en van al die andere centralisten, universalisten, mensen die ons gelijk willen schakelen, dat die plannen worden gestopt en dat het Nederlands belang samen met het Franse belang, het Italiaanse belang, het Duitse belang, het Poolse belang echt gewaarborgd wordt vanuit Brussel en zodat wij daar in Nederland de vruchten van kunnen plukken. Dus ik wil jullie vragen om ook hem nog eenmaal een ongelooflijk applaus te geven. Dirk-Jan gaat het doen. Dirk-Jan gaat het doen.